President Chandrika Prasad Santokhi, die nu samen met een delegatie in India vertoeft, heeft reeds een aantal gesprekken gevoerd in het belang van samenwerking en heeft bezoeken gebracht aan organisaties die van belang kunnen zijn voor Suriname. Zo heeft president Santokhi vandaag een bilateraal gesprek gehad met de Indiase premier Narendra Modi. Volgens het staatshoofd is er een fantastisch moment gecreëerd om mogelijkheden voor wederzijdse voordelen te bekijken. Suriname heeft het al mogelijk gemaakt dat mensen van India visumvrij naar Suriname kunnen komen. Omgekeerd moet India dat ook voor Suriname gaan vergemakkelijken, zodat hiermee de relatie wordt geïntensiveerd en vooral toerisme wordt bevorderd. De president heeft in het gesprek aangegeven dat Suriname vele investeringsmogelijkheden biedt aan India op het gebied van landbouw, rijsteelt, veeteelt, onderwijs, olie en gas, hout, gezondheid en technologie. Tijdens de viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie dit jaar zal er speciaal aandacht besteed worden aan de culturele banden die Suriname en India sinds de immigratie hebben gesmeed. President Santokhi en de presidentiële delegatie waren gisteren uitgenodigd voor een handelsexpo en culturele show in Indore, Madhya Pradesh, India. Tijdens de expo heeft het staatshoofd verschillende stands en exposanten bezocht. Vervolgens heeft de delegatie een culturele show bijgewoond die werd georganiseerd door de deelstaatsregering van Madhya Pradesh. President Santokhi heeft tijdens dit event ook een ontmoeting gehad met president Irfan Ali van Guyana. Samen met First Lady Melissa Santokhi Sinasheri heeft de presidentiële delegatie afgelopen zondag een bezoek gebracht aan 's werelds grootste olieraffinaderij, de Jamnagar raffinaderij. De raffinaderij werd op 14 juli 1999 in gebruik genomen met een capaciteit van 668.000 vaten olie per dag. De raffinaderij is bestemd voor ruwe olie in de particuliere sector die eigendom is van Reliance Industries Jamnagar, Gujarat, India. Tijdens dit bezoek is er heel nadrukkelijk gesproken over wat olie en gas kunnen betekenen voor Suriname. Er is ook gesproken over een technisch bezoek van staatsolie aan de fabriek in Jamnagar. Er is kennis en inspiratie uitgewisseld over het duurzaam verwerken van olie en hoe bepaalde elementen kunnen worden omgezet en verwerkt.